Mijn oudste dochter is vandaag jarig, maar ik heb geen contact met haar. Het is een zwaard. And you showed me the way. The best things in life are free. We didn't know that it was magic while we had it. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Het is vandaag alweer donderdag, geloof ik. Ja, gisteren was het woensdag, ja. Ja, Thursday, donderdag, dus een week geleden was ik jarig. Ja, en dat is nou een week terug. Maar ja, maakt niet uit. We gaan gewoon weer door met leven. Wel lekker gehorst, al een achterkant wezen. En die moet gapen. Maar in ieder geval, wat de dag ons vandaag brengen gaat... Oh nee, dat was ik nog niet, hè? Nee. Het is vandaag de 30ste van de 6e. Mijn oudste dochter is vandaag jarig, maar ik heb geen contact met haar. Al jaren niet meer. Ergens, voor het jaar 2000 al. Ja. Maar ja, dat is haar keuze geweest. Haar keuze niet helemaal hoor. Ze is gemanipuleerd, beïnvloed, gehersenspoeld, noem maar op wat je allemaal bij iemand kan doen. Ik kan er ook niks aan doen. Ze is nou volwassen en ze moet beter weten, vind ik. Maar ja, doet ze niet. Maar in ieder geval van harte gefeliciteerd, schat. Weet dat ik wel van je blijf houden en dat de deur altijd voor jou open blijft staan. Maar ja, als je niet komt, kom je niet. Kom je wel, dan is het goed, ja. Maar oké, in ieder geval de 30ste van de 6e, ja, helemaal waar. En het is 12:44 en Claudia die komt, die zou rond een uur of twee hier zijn. Dus ja, we zien het wel, we zullen het wel beleven. Ik ga met de meisjes uit. Ik moet ook nog naar de apotheek mijn medicijnen halen, maar dat zit in een kluis. Gisteren helemaal vergeten. Dat zouden we gisteren gedaan hebben op de terugweg. Maar ja, helemaal glad vergeten. Kan gebeuren. Ik denk dat achter is. Mag ik er even door, dames? Hallo? Ja, dat zal daar wel wezen. Dus ja. Maar dat komt allemaal goed. Hé, jij nou? Ja, nou. Boefie. Jij bent ook een boefie. Allebei boefies. Dus ja, ik ga mij klaarmaken en dan ga ik even lekker met ze lopen. Ja, vest mee. Hoe doe ik nog niet aan, maar ik denk dat het wel kouder is dan wat gisteren was. Vooral op de gracht. Maar dat merken we wel. Dat zullen we beleven. Daarom zeg ik ook, ik neem hem wel mee. Ik zou zeggen, geniet van je dag en geniet ook lekker met ons mee. Want ja, ik weet verder niet wat mijn dag brengen gaat. Gewoon, ja, Claudia komt om te werken en ik krijg ook nog een cadeautje van haar. Dus ja, ik weet het allemaal niet. En ik moet dus naar de apotheek en ik moet nog even brood inslaan. Ja, onze boeren die willen dingen doen waar ze recht op hebben in mijn ogen. En ik sta helemaal giga achter hun met wat ze doen. Ja, ook al zouden ze een politieauto omkieperen. Pech. Het is maar een stuk blik, weet je. Het is niet een persoon. Maar in ieder geval... Ze maken het weer groter dan het is. Tenminste, de media, de politie, Den Haag. Die maken het groter dan het is. Ze doen waar ze recht op hebben. Ja, ze willen blijven bestaan voor mens en dier. Ja, nou dat moet mogen, dat moet kunnen. Maar nee. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet van je dag. Want het is hier prachtig mooi weer. Ik weet niet hoe het bij jullie is. Ze hebben ook regen voorspeld, maar ik zie die hele regen nog niet. Nee, heb ik nog niet gezien of gehoord. Ik weet het niet hoor. Wel bewolking, maar dat zijn gewoon van die normale bewolking wat we dagelijks bijna hebben. Ja, maar de zon die schijnt, want anders had ik dat ding niet dicht gehad. Dus, maar oké, wij gaan er vandoor, ik zou zeggen, tot later. Nou, helaas, Claudia komt niet. Nee, want die heeft iets met de tolerantie, weet ik veel.
Ze heeft ook bij haar vorige huis waar ze moest werken ook overgegeven en alles. Dus waarschijnlijk heeft ze iets verkeerds gegeten, weet ik van wat. Dus ja, die gaat liever naar huis en die komt niet. Dus ja, helaas pech. Dus wou ze morgen komen. Ik heb eraan geraden, ja, bel Luc dan. Dat is nou, zeg maar de manager die dat boel moet regelen in dit rayon. Bel die, zorg dat er een ander komt. En dan kun je eventjes wat langer, ja, hoe noem je dat? Even rustiger aandoen en dat je zorgt dat je allemaal weer beter wordt. Ja, toch? Dus ja, dan ga ik mij daar laten. En dan kan ik mag maken, kan ik andere dingen gaan doen. Ja, ik komt allemaal goed. Ja, toch? Dus ik zou zeggen, geniet verder van je dag. Ja, daar zijn we weer even. En zoals jullie zien, ik heb me weer even omgekleed. Want het is er niet warm op geworden, maar wel kouder. Ja. En het is bewolkt en grijs en triest en ja, scherpe rotlucht. Dus ja, ik kleed me maar om. Ik had steenkoude voeten, dus ik heb ook mijn laarsjes lekker aan. Lekker warm. Ik denk, ja, blote armen kan nog wel met een kort mouwtje. Maar ik denk voor de rest maar even wat warmers aan hebben. Ja, toch? Nou ja, ik ben door de stad heen gezworven. Ik heb even mijn medicijnen gehaald. Er viel ook niks te beleven. Het was rustig. Ik denk, nou, ik ga weer naar huis. Ik ben ook niet helemaal in orde. Ik heb geen hoofdpijn, maar ik las mijn buik aan de zijkant. Ja, maar daar kan ik niks aan doen. Het gaat ook wel weer over dat ik een oud kereltje ben en anders mij niet. En ik ga een vlog in elkaar zetten. Ja, ondanks dat ik moe ben, mijn ogen die staan geloof ik op 10:30. Maar het moet wel even gedaan worden. En ik ga een bak koffie maken even. Dat ga ik eerst doen. En dan komt de rest wel weer goed. En ja, en dan wordt het ook weer tijd om eventjes de meisjes uit te laten. Ook dat, want het is 4:15. Dus eerst een bak koffie en een begin maken aan de vlog. En dan de meisjes uitlaten. En dan komt de rest vanavond weer. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag verder. Het is namiddag. Dus ja, geniet ervan. Voor straks smakelijk eten. Bon appetit. Ja, ben ik weer eventjes. Want ik kom in de gang om Kandels zijn eten te pakken. Want die is ook weer binnen. En toen lag er wat in het mandje. Dus ja, ik heb me ooit opengeknipt. Ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer. Nee, ik weet het echt niet meer. 3 maal. Nou, je weet het kleintje niet weer. Het is het grutte niet weer. Dus ja. Ik heb de schaar maar bijgepakt. Ja. En ik heb even een zwaar randje af. Want ik weet echt niet meer wat ik besteld heb. Oh ja, sieraden. Ja. Oh, dat hoort echt bij mij, ja. Gaan we er gelijk straks ook wat in doen. Ik moet eerst even zien hoe ik hem... Daar. Dat vind ik echt super. Jo, dat hoort echt bij mij. Jongen, ik moet zeggen. Dat is 1. Moet ik even zien wat haakjes. Die is daar. Ik moet even kijken hoe dit moet hoor. Dan laat ik het jullie zien. Ja, echt waar. Maar dit moet voorhangen, geloof ik. Ja, nou slootjes, dat haal ik alweer van mijn andere oorbellen af. Nou moet ik die hebben. Dat komt voor mij. Ik laat er even 1 zien. Maar dan moet ik eerst ook dat haakje weer goed hebben. Dan leg ik hem tegen mijn hand aan. Ja, ga goed. Ga goed. Nou, ik hoop dat jullie dat zo kunnen zien. Het is een zwaard. Laat me zeggen. Met een maan ervoor. En een sterretje. Maar dan moet hij goed. Zo ja, zo moet hij. Geloof ik. Maar ja, die ogen van mij. Ik heb een nieuwe bril en dan moet je precies zo kijken door deze, hoe dat moet. Maar in ieder geval, ik vind ze mooi. Ja. Ik doe even 1 erin.
Dat was een doos van Rijka. Kom op. Doorheen. Nou. Geweldig. Dat is dus één. En toen later, ik hou dus even één erin en dan gaan we weer met de volgende. Dan wissel ik met die oor even. Hier kom jij. Dat kan ze plakken allemaal, dit spul. Nou. Zakje open, kom op. Nou ja, is die nog niet helemaal open hoor. De buitenkant wel, maar de binnenkant nog niet. Nou, is niet leuk. Nou, gaan we nog een stuk eraf knippen. Kom op. Het is maar van dat dikke spul. Zo, ben je nou weer lopen of nog niet? Ja, dat is maar één oorbel. Die behoort ter zijner tijd in die te komen. Nou, gaan we dat ook nog weer afknippen. Zo. En waarom alleen nog in die? Nou, omdat dat andere gaatje hebben waar het ringetje uit is gevallen. Ja, yeah. Moet ik even zien hoor, hoe dat zit. Oh, wacht even, nee. Ik moet even denken, nee. Ja. Holy shippie. Holy shippie, hoe moet dat nou? Ja. Die moet, ja. Doe maar even bij die oor. Kan. Dat kan. Hup. Dan moet ik jou. Even geduld. Ik moet hem eerst daar in dat gaatje krijgen. Ik hoor rare geluiden. Van buitenaf komen. Kijk. En een kettingje over mijn oren heen hangen. Gaaf, hè? Nou, ik denk ook niet of ik hem goed heb. Maar het zal. Ja, vind ik leuk. Het is maar bij één oor. Dus wil ik het nog een keer hebben, dan moet ik nog zo eentje bestellen voor de andere kant. Ja, maar ik doe hem er nou nog niet in. Nee. Ja, ik had hem er goed in. Goed gedaan. Geloof ik. Ja. Gaat er goed in, ja. Ik vind hem leuk, gaaf. Moet je wel zo houden. Zo. Dan heb ik er nog één. Ja, jullie weten hoe ik ben, hè. Oh, niet op de grond vallen. Daar. De laatste. Sesam, open het. Zo ja. En er zit schuimpelrubber in. Of weet ik wat dat is. Dat is nog leeg. Kijk, heel eng. Heel eng. Even mijn koffie aan de kant. Er zit weer een zakje in.
Jo. Mooi, hè? Ja. Echt zo mooi. Ja. Je kunt het zo toch wel zien. Ja. Dat is echt heel mooi. Vroeger deden we die roodjes op de BH's hier in het midden. Op de naad weer voor BH's. Ja. Nou, ik ben er blij mee. Ja. En ik denk dat ik die er maar in ga doen. Ja. Echt mooi. Nou, hou die eraf. Kom hier jij. Waarom ga jij nou dwars zitten? Hallo, hallo. Dat sterretje behoort voor, dacht ik. Hup. Ja, dan moet je te piepen. Nee, die zwaard hangt voor. En het sterretje hangt erachter. Dan wil ik weten hoe dat bij die andere zit. Ja, ook. Oké, nou. Gaat eerst deze erin. Die lag al klaar. Ja, die zit erin. Slootje erachter. Want ik vind maar niks als ze geen slootjes hebben. Zo, en Jan, dan heb ik toch weer andere oorbellen, hoor. Ja. Ja, en welke Jan, dat zoeken ze zelf maar uit. Ze kijken allebei, dus ja. Geweldig. Dus, zo. Voilà. Nou, en deze vind ik, ja, echt. Dat is er maar één, maar ik vind hem gaaf. Echt wel. Ja. Echt. Leuk. Nou, dan gaan we even denken. Die oorbelletjes die zijn er nogal teer. Nou ja, dan ga ik dat even opruimen en dan ik heb koffie staan. Ik ga met de vlog verder. Dus ja, nog een hoop te doen. Nou, ik vind ze leuk. Ja, helemaal weer wat anders. Ik ben toch gek, ja. Je moet zelf een feestje van je leven maken, want een ander doet het niet. En je moet gewoon dingen doen wat je echt leuk vindt. Ja, en vroeger was het allemaal taboe. Hoezo taboe? Vraag me nou nog af, waarom mocht het vroeger niet? Waarom niet? Ja, en ik ben ook nog gelovig ook. Ik ben een christen, ik geloof in onze lieve Heer. Maar ik ben vanmiddag, ik wil een tattoo hebben. Nou, de ene tattoo shop is mij veel te duur, dus ik ben op zoek naar iemand die goedkoper is. Was ik die kant op? Die maakt dus geen tattoos waar, wat des duivels is in hun ogen. Zoals een heks of een pentagram. Wordt niet gemaakt door die man, want hij is een christen. Ja, ik zeg ik ook. Wat heeft dat ermee te maken? Klant is koning, dacht ik toch? Wat jij wilt, hebben ze gewoon te zetten, dacht ik. Anders moet je geen tatoeëerder worden. Maar ja, wie ben ik? In ieder geval, ik vond dat eventjes niet zo leuk. Ik ben wel aardig en lief gebleven, maar ik denk, ja, dan kom ik ook voor iets anders of wat dan ook niet hier. Nee, dat doe je dan gewoon niet. Maar in ieder geval, ik was ook in een andere wijk, daar stond een briefje op de deur wat niet zo leuk was. Wegens omstandigheden zijn wij gesloten, maar meestal is dat dan droevig.
Anders is het, wegens trouwerij of wat dan ook. En jij bent ook gek. Ja, je bent ook gek. Wat? Je bent een mal meisje. Ja, je bent een mal meisje. Ja, je bent een mal meisje. Nou, waarom moet je dan blaffen dan? En waarom moet je nou weer rijker dat pootje bijten? In Elwing bedoel ik, hè? Ik ben helemaal tot de waar, joh. Die daar neer. En die leggen we er ook nog bij. Ja. Stelletje mag verdrinken. Ja, dat dus, hè. Stel je trinola's of niet dan. Things in life are free.